Geweldig dat je weer kijkt naar een nieuwe bemoediging in de serie Jouw autoriteit in Christus. We praten hier over de waarheden vanuit Gods Woord, gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel, om te zien wat God zegt over onze autoriteit. Nou, autoriteit moet uitgeoefend worden. Een politieagent, als hij op training gaat en jarenlang de opleiding heeft, moet hij leren niet om afstand te houden van conflict of strijd. Hij moet juist leren om op te treden. Hij heeft autoriteit gekregen en hij moet leren op te treden. Een, een agent moet ook leren om op het moment dat hij dus voelt zich ongemakkelijk of wat dan ook, kan ik, dit, kan ik dit aan? Een situatie waar conflict of strijd is... Heel veel mensen vanuit een natuurlijke reactie zouden dan stapjes terugzetten. Maar een politie moet leren, nee, aan jou is autoriteit gegeven om de orde te handhaven. En als die politie in zijn auto blijft zitten, op een afstandje blijft kijken of hij laat het hem overkomen, dan wordt hij gewoon een slachtoffer van de situatie en er verandert niets. En als christen moeten we daar ook eens over nadenken. Aan ons is autoriteit gegeven en het gezag wat ons gegeven is, moeten we uitoefenen, anders heeft het geen enkel nut. Dus wij, jij en ik, in onze wandel in dit dagelijks leven leren om uit te stappen in de autoriteit die God jou en mij gegeven heeft. Zoals ook eerder gezegd, God heeft autoriteit. Ja, Jezus heeft autoriteit, weten we allemaal. Maar Hij heeft ons autoriteit gegeven. Hij heeft jouw autoriteit gegeven. En het is tijd dat je dat gaat beoefenen. De eerste tekst die ik vandaag met je wil lezen staat in Jacobus hoofdstuk 4, vers 7. In Jacobus hoofdstuk 4, vers 7 daar staat: Onderwerp u dan aan God. He, dat is een geweldig begin. Dat is hoe je elke dag kan beginnen. Dat is hoe ons leven geleefd wordt. We onderwerpen onszelf aan God. En dan zegt de Bijbel het volgende. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Heel veel mensen hebben heel veel respect en soms angst voor de duivel. De duivel. Wow, de duivel, de duisternis. Maar de Bijbel zegt, er is aan jou gezag gegeven, er is aan jou autoriteit gegeven om de duivel te weerstaan. Sommigen kunnen zeggen, heren, oh, laat de duivel van mijn leven stoppen, of laat, laat deze duivel ophouden in mijn leven, of deze duistere machten die bezig zijn om me heen. En heren, help mij. Maar God zegt nee, je onderwerpt jezelf aan God, dat is wat het woord van God zegt. Vervolgens ga jij in jouw autoriteit staan in de naam van de Heer Jezus Christus. Jij hebt autoriteit gekregen over de duivel. Elke gelovige heeft autoriteit over de duivel en duivelse machten. Bied weerstand aan de duivel, zegt de Bijbel, en hij zal van u wegvluchten. Niet misschien, niet soms, niet af en toe, hij zal van u wegvluchten. Wanneer zal hij van u wegvluchten? Als je weerstand biedt. Nou, dat is dus een reactie, dat is een actie waar wij in uit moeten stappen om te zeggen, ik ga staan in mijn gezag, ik ben er klaar mee, ik ben het zat, de invloed van de duivel, de invloed van duisternis in mijn leven, ik ben het zat. En dat is een heel belangrijk aspect dus voor vandaag om mee te nemen. Jij onderwerp jezelf aan God, jij biedt weerstand aan de duivel en hij zal van jou wegvluchten. Ik vind het geweldig dat je hebt gekeken. De tijd zit er alweer op. Ik wil je bedanken voor je aandacht. Deel het met vrienden, like onze Facebook. Maak het bekend in de wereld. We willen mensen bemoedigen met de kracht van Gods woord. Ik hoop je snel weer te zien.